Bart, mag ik jou feliciteren met een debuut? Ja, ik denk het wel. Natuurlijk vervelende wedstrijd om je debuut te maken. Slecht resultaat. Je moet gewoon met 10 man Groningen van de mat spelen en hier winnen. En dat is heel zuur dat we die 3 punten niet hebben gehad. Dan je hebt een tijdje warm gelopen. Dan zie jij kans missen. Wat denk je dan? Ja, ik denk echt ongelooflijk dat die bal er niet invalt. En tuurlijk hoop je dat je erin komt en daar wat aan kan doen. Maar helaas bleef het 0-0. Is dit pech? Het zal geen onkunde zijn, maar is het alleen pech? Nee, ik denk ook gewoon de absolute wil, gewoon de overtuiging in het afronden. En de mogelijkheden zijn er zeker geweest. Dus ik denk dat wij gewoon 3-0 hadden kunnen winnen hier. En dat is een stukje overtuiging en dat misten we vandaag. Hoe frustrerend is het als je als team ziet dat je 60 minuten lang alleen maar tegen een blok van 9 man, 19 man staat? Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat het maximale was voor hun om eruit te halen. Door heel compact te spelen en de bus te parkeren, zeg maar. En daardoor kwamen wij gewoon niet doorheen en hadden wij het heel lastig mee. Dus ik denk dat het van hun een goede beslissing was. Maar we hebben toch wel echt heel veel kansen gehad om het af te maken. Je krijgt als ploeg zijnde weer een penalty, die gaat weer mis. Gaat dat nog in jullie hoofd spelen? Zo'n penalty, die moeten gewoon in natuurlijk. Dat weet je zelf ook wel. Dat is heel zuur, maar het is toch op zo'n moment is het toch lekker als je dan net voor rust 1-0 kan maken. Dan moet Groningen ook komen en gaan ze hoge druk zetten, waardoor jij veel meer ruimtes krijgt op het veld en 2-3-0 kan maken. En helaas lukt dat niet vandaag. Jord Hendriksson net hier, die zei misschien was het wel beter geweest als we gewoon met 11 man hadden staan. Dan hadden wij misschien iets meer ruimte gekregen. Ja, het zou kunnen, want nu gingen ze echt alles dichtgooien achterin. En daardoor konden wij er niet doorheen komen. En dat is wel dat is heel vervelend om te voetbal natuurlijk. Kijk dan toch tevreden terug na zo'n dag met toch een debuut, je debuut als PSV'er? Natuurlijk. Dat is voor mij wel een persoonlijk een goed gevoel. Maar ik had hem liever vorige week met 4-0 voor gemaakt tegen PEC Zwolle. Dus in dat opzicht een beetje gemengde gevoelens.